Hoi, ik ben Robin en in deze keuzehulp gaan we in op de verschillende soorten lijm en kit die er zijn voor jouw klus. Het verschil tussen lijm en kit is dat je met lijm twee dingen muurvast aan elkaar kunt zetten. Lijm kan daarom niet elastisch zijn. Met kit kun je de naden tussen bijvoorbeeld de wastafel en de badkamermuur afdichten. Kit moet daarom juist wel wat elastisch zijn, omdat er altijd wel wat beweging in zit. Er is ook kit die een beetje op lijm lijkt en andersom. Laten we beginnen bij de lijm. Dit is houtlijm. Die is bedoeld om hout en MDF aan elkaar te lijmen. Je gebruikt het als je meubels bouwt of repareert, maar ook als je kozijnen maakt. Eigenlijk overal waar je hout op hout lijmt. Je moet de delen die je lijmt altijd goed op elkaar aandrukken, totdat de lijm helemaal droog is. Dus een paar lijmklemmen erbij, dat is wel handig. Deze houtlijm is voor binnen, maar deze kun je ook gebruiken als je buiten gaat klussen. Dan nemen we nu een momentje voor de secondenlijm. Die is ideaal voor kleine lijmklusjes voor bijvoorbeeld aardewerk, metaal, kunststoffen, maar ook voor kurk, rubber en vilt. Je kan er een oortje weer mee aan een kopje lijmen, sieraden mee maken of bouten en moeren er muurvast mee aandraaien. Maar secondenlijm plakt ook heel goed je vingers aan elkaar, dus het is verstandig om handschoenen aan te trekken voordat je begint met je klus. Van dat kleine tubetje gaan we naar deze montagelijm. Hier staat montage kit, dus dit is de lijm die een beetje op kit lijkt. Je kunt er zware materialen zoals metaal, steen of tegels stevig mee vastlijmen. Bijvoorbeeld op beton of pleisterwerk, maar ook op spaanplaat of kunststof. Met deze montagelijm voor binnen en buiten kun je zelfs ook afdichten zoals met een kit. En dit is high-tech montagelijm. Hiermee kun je ook allerlei zware bouwmaterialen aan elkaar lijmen. Bijvoorbeeld hout, steen, glas. En je kunt er naden tussen een muur en plafond mee afdichten. Met deze lijm zit alles echt muurvast. Maar omdat deze lijm blijvend elastisch is, kunnen de onderdelen toch een beetje werken. Zoals bij een tegelvloer of bij het zetten van plinten. In vochtige ruimtes, zoals een badkamer, kun je het beste deze sanitair kit gebruiken. Deze is bestand tegen water en schimmel, dus blijft lang mooi. Omdat hij vocht afstoot, kun je hem niet overschilderen, maar hij is in veel verschillende kleuren verkrijgbaar. Is de kit na jaren toch iets verkleurd, dan kun je het met dit middel weer helemaal opfrissen. In de keuken kun je met deze speciale kit naden invoegen tussen bijvoorbeeld het aanrecht en de muur of de spoelbak hygiënisch afdichten. Het hecht uitstekend op alle materialen die je in de keuken tegenkomt, zoals glas, natuursteen, composiet, graniet, geschilderd hout, tegels of RVS. En als je alles mooi afkit, kunnen er zich geen voedselresten ophopen in kieren en naden. Dat is wel zo fris. Alle eerdere kitten kun je alleen binnen gebruiken, maar deze speciale beglazingskit kun je binnen en buiten gebruiken. Zo kun je er kieren langs de ramen en voegen tussen het kozijn en de muur mee afdichten. Dit helpt om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen. Fijn dat je tot het einde van de video bent blijven plakken. Nu weet je welke verschillende lijmen en kitten er zijn en wanneer je die het beste kunt gebruiken. Online, op onze productpagina's, vind je nog veel meer info of vraag ernaar in de winkel. Wil je voortaan geen keuzehulp of klustip missen? Abonneer je dan nu op ons kanaal.